De val van de muur. Nou, dat heeft een reden. Ik kan u een klein geheimje vertellen. Toen meneer Buma op 16 augustus jongleden werd beëdigd tot burgemeester in Leeuwarden, toen had ik een lunchafspraak met een bekende. Die kent u en die ken ik. Van de fractie, Agnes Mulder. Agnes ken ik van vroeger nog van de bank, toen we allebei bij de ABN AMRO werkten in Heerenveen. En heel gezellig was het, want ze ging naar de beëdiging in de Grote Kerk in Leeuwarden. Toen kreeg ik ook een verhaaltje over van, goh, wat doe je nu en wat is je allemaal. Nou, zei ze, dat was niet zo moeilijk. Ik volgde dat ook wel een klein beetje. Wat doe jij nu, Roelof? Nou, ik zei, ik ben locatiemanager bij het Museum Beschermde Bevolking. We zijn druk bezig met de expositie. En ik zei, we hebben dan, straks 30 jaar na de val van de muur, 9 november, dan gaan we de officiële opening verrichten. Of later verrichten, want meneer Ter Kroonen had al toegezegd om te komen. Alleen die is naar de Eerste Kamer gegaan, dus dat was helemaal geen optie meer. En toen zei ze, ja, ze zei 9 november, maar dat zal het niet worden. Want de heer Buma, die heeft een CDA-congres en dan zal hij vast niet de opening gaan doen. Oh jee, ik denk, nou ja, hoe kan ze? Nou, er was gelukkig iemand zo slim, noem maar geen namen zitten, die zei van, waarom gaat hij een dag vervroegen? Dat misschien dan meneer Buma dan wel kan. Zo gezegd, zo gedaan, dus wat dat betreft hebben we een dag vervroegd, dus vandaar vandaag hier zijn. En qua weer denk ik dat het gewoon perfect is en qua belangstelling. Dus wat dat betreft, geregeld. En meneer Buma die is zo aardig geweest om tijd vrij te maken zijn agenda om hier de officiële opening te verrichten. Dus daar zijn we heel blij mee. Goed, ik ga niet een lang verhaal vertellen hoor, dat ga ik heel niet doen. Wel even een stukje over Museum Beschermde Bevolking. We zijn een actieve club hier. We zijn met 29 vrijwilligers. Zowel dames als heren. De jongste is 45. En de oudste is 83, dus er zit een mooie range tussen. Iedereen is even belangrijk, iedereen die vult zijn dingetjes in. Wij ontvangen hier, elke eerste zondag van de maand zijn we hier geopend. 'S morgens en een deel van de middag en daarnaast op afspraak. Het gaat goed, we zijn in 2014 gestart met een bescheiden 700 bezoekers. En inmiddels loopt het lekker door, we zitten bijna op 2800 bezoekers per jaar. Dus super. We verbeelden niet dat we een Rijksmuseum gaan worden of een Fries museum. Dat willen we ook helemaal niet. Maar het is wel heel leuk dat er toch heel veel belangstelling is voor het Museum Beschermde Bevolking. En met name deze periode, dat je ziet op een gegeven moment de Koude Oorlog, het leeft, je ziet op televisie. Gisteren nog een stukje van de Van Rossums op een gegeven moment, dus heel erg leuk. Wij hebben getracht met een expositie, daar zijn we anderhalf jaar mee bezig, om een stukje geschiedenis terug te halen. We hebben een soort checkpoint. NBW hebben we ervan gemaakt, Checkpoint Charlie lijkt het een beetje op, maar niet helemaal. We hebben een prachtige patrouilleboot beschikbaar gekregen. We hebben een slagboom, zandzakken van de provincie. Dus wat dat betreft is het allemaal perfect gegaan. Voor de rest zou ik zeggen, neem kennis van de expositie. Daar is straks wel gelegenheid voor op een gegeven moment. We gaan nu het officiële gedeelte doen. Ik geef graag het woord even aan de burgemeester. Daarna gaan we met z'n allen naar de toespraak van de burgemeester. Gaan we met z'n allen naar buiten toe, waar dan de openingshandeling zal plaatsvinden. En dan gaan we daarna weer gezellig naar binnen toe voor een hapje en een sapje. Graag het woord even aan de heer Buma. Dankjewel. Ik ben blij Jerry Grauw te wezen. Dat is al mijn derde keer als burgemeester. De eerste keer hier mijn aankomst op de 26e augustus hier met de trein. En nu voor de opening van de tentoonstelling Het Leven Achter de Muur. En er binnen zo'n grote mensen hier dat ik denk zo dat er haast een crisis wezen moet. Zo'n grote mensen in de bunker. En het is inderdaad een bijzondere dag. Morgen is het de 9e november. En ik herinner mij nog goed. 9 november. Ik zocht de tv. En ja, je moet als, ik denk 40 wezen of ouder om het nog te herinneren. Maar dat wie, ik herinner me Günter Schabowski, lid van het politbureau. En die kreeg de vraag, ja, die Mauer, wanneer gaat het offen? En dan had hij gezegd, ik geloof ab sofort. Ja. En dan waren ze alles voorbij. En dan hadden die Leute der Grenztruppen keine Arbeit meer. En het is nu 30 jaar verder en ik vind het heel goed dat je me daar aandacht aan besteedt. Want het is net iets dat we vergeten moeten. Ik kan me nog goed herinneren de tijd van de Koude Oorlog. En mijn huid wie burgemeester in Snits.
En snit hier ik zo'n bunker, zo'n B-bunker. En dan hou ik wel west als jong vaantje, mijn minheid. En er wel wat, dat wie een beetje merkwaardig, want er wie een peer bedden, ik denk 20 of 30 bedden. Ja, meer net. En dan vreeg ik me hard, maar als er nou een oorlog is en een kernaanval, wat gebeurt er dan? En dan zou je daar, ik slaap Jerre en Jimme verberg je onder de treppen dus. En dan heb je ook iets als Leeds Fantje denken, dat is net een mooi idee. Wij onder de treppen en hard bestuurt de stad uit een bunker. En we moeten net vergeten, dat idee van een tredde weltoorlog, dat wie een normaal idee. Het wie een beetje net of, maar wanneer het komt zo. Dat wie de besteersreden van de BB. En thuis, hier nou ik, in de kelder, melkpoeder, extra dekens. Want mijn mama had er over 10 zet. Ik heb één krieg, één oorlog maaimakken. En de tweede binnen wij goed voorbereid. Maar ja, mijn hart in de bunker. Hij hoende dat treppen. En dat is nu 30 jaar verder. En de vrood is compleet verloren. En wij tochten dan altijd, het is een gevaarlijke tijd, deze Koude Oorlog. En nu is de Koude Oorlog voorbij. En we zijn vreun, er is geen muur meer. En het is gelijk weer een gevaarlijke tijd. Er is geen orde in de vrood meer. En dan toch denk ik, dus we moeten zo blijd wezen dat deze muur waai is. En dat we reizen kunnen van hier naar het eerste van Europa. En zij kunnen hier komen in vrede. En eigenlijk is deze tentoonstelling dus een herinnering aan de tijd die wie. Maar ik een waarschuwing dat het net weer omkomt. En daarom ben ik blij dat je te wezen met al deze mensen. Net in een crisis in de BB-bunker. Maar de BB-bunker besteedt net meer, want we hebben vrede. En dat vind ik mooi. Dank je wel. Hartelijk dank voor deze mooie en bijzondere woorden, denk ik op een gegeven moment. En inderdaad, vrede is een groot goed. Het is geen vanzelfsprekendheid. En dat laat het helder zijn. Programma. Nou, niet heel ingewikkeld. We gaan met z'n allen gezellig naar buiten. Niet dringen, want we beginnen eerder dan dat iedereen buiten is. Dus geen paniek. Dan daarna komen we hier weer.